Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Schaven en vandaag hebben we het ervoor aflevering nummer 38 hier in Oostenrijk. Heb je die vorige video gemist in Canada, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht gewoon het ietsje kleed erop in die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Vorige wedstrijd verliep voor ons best wel goed. Voor Mika Hakkinen helaas niet. Die viel helaas uit. Had dan ook een rode vlag. Dus ja, Verstappen heeft kostbare punten laten liggen. Achterstand is daardoor heel veel groter geworden op ons. We hebben wat resourcepunten behaald, dus we kunnen een update misschien gaan forceren om die sneller op de auto te zetten, zodat die toch nog mee kan naar Oostenrijk. Gaan we gewoon doen. We staan er op dit moment gewoon goed voor. Dat is goed om te zien. Vier keer gewonnen. Eén keer helaas niet. Vijfde werden we in Emilia-Romagna. Maar goed, dat geeft niks. Kijken wat we dus vandaag kunnen gaan doen in Oostenrijk. Spoelen de tijd gewoon even mooi door. Kijken of die aerodynamica update ook op de auto is gekomen. Jazeker. Update is geslaagd, dat is goed om te zien. Pirelli Hot Lap slaan wij gewoon over. Gaan dus gewoon door naar het raceweekend. Kunnen we even kijken wat dat heeft opgebracht voor ons aan updates. Wat er dus is meegekomen. En of we nog een update kunnen gaan doen. Helaas niet. Hebben we daar te weinig resourcepunten voor. Klimmen dichter naar Mercedes en nog één chassis-update zit eraan te komen. Maar goed, dan vind ik het eigenlijk wel tijd om door te gaan naar de kwalificatie. Kijken wat we kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel. Lekker droog weer op dit moment. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Kunnen wij doorkomen naar Q2? Er is wel flinke bewolking op het circuit, dus ik denk wel dat de regen komt. Daar helaas wat te wijd op de exit. Krijgen er gelukkig geen waarschuwing voor. De track limits, dus dat is goed om te zien. Laat een paars in sector 1 noteren. En ook paars in sector 2. Kom aan bij onze eerste run in Q1. Het einde daarvan. Mooie laatste bocht. DRS geopend. En dan laten wij de snelste tijd noteren. Goed gedaan. Dan zijn we aanbeland bij Q2. Regen op het circuit. Alhoewel regen, het heeft geregend. De baan is eigenlijk nu alleen nog maar nat. Dus ik verwacht in Q3 denk ik weer droog weer. Logan Sargeant voorlopig naar de snelste tijd in het tweede kwalificatiedeel. Wij dus op een tweede positie. Laat een paars in sector 2 noteren met nog ongeveer 11 minuten op de klok. Op een 8e positie inmiddels toegewezen. En wij komen aan bij start-finish. En dan laten wij een eerste tijd noteren met een 1:11.790. Prima ronde voor ons. Einde van Q2, nog ongeveer 30 seconden op de klok. We gaan kijken of we onszelf veilig kunnen stellen naar het laatste kwalificatiedeel. Iedereen is naar buiten voor een verse set. Inters is bezig met een outlap. En wij gaan dus onze ronde beginnen. We zijn ongeveer een tiende sneller gegaan. En paars in sector 2. Jazeker, groen in sector 1. Nog steeds de snelste tijd in Q2. Ik ben benieuwd waar we zo meteen bij de vlag staan. En dat is de snelste tijd in het tweede kwalificatiedeel. Zijn we aanbeland bij Q3? Ik dacht dat het droog was. Helaas niet. Het regent er nog een beetje. De baan is nog een beetje nat. Met nog ongeveer 9 minuten op de klok gaan wij proberen hopelijk om het bij 1 run te laten. De race en de sprintrace beloven wel droog. Dus op zich kunnen we gewoon een tweede run gaan doen op de intermediates.
Kom aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q3. Op dit moment een 7e positie. Overstartfinish Norris voorlopig naar de pole position. En wij komen tot de tweede tijd op 62.000ste van Lando Norris. Interessant. We kunnen er hopelijk nog een ronde erachteraan gaan doen. En zijn 25.000ste sneller, maar Leclerc voorlopig naar de pole position. Met groen in sector 1, paars in sector 2, voorlopig een vierde tijd. Met dan ongeveer 7 minuten op de klok, maar wij duiken gewoon 1,3 seconden sneller en zijn naar de pole position gegaan. Jazeker. En dan is het tijd voor de uitslag. Wij pakken dus de pole position voor de sprint. Goed gedaan. Leclerc naar P2, Norris P3, Russell 4, Drukovic knap naar de vijfde tijd. En is op naar de sprintrace en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Welcome to today's sprint. This is shaping up to be another fantastic weekend. A fantastic qualifying session. It's time to see how our starting grid looks for today's sprint. The professor lines up on pole position. Charles Leclerc alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Norris, Russell, Drugovic, Oscar Piastri, Verstappen, Gasly, Richard Verschoor, Albon, Sainz, Hakkinen, Perez, Ocon, Magnussen, Sargeant, Hülkenberg, Tsunoda, Joe, Stroll, Bottas, and Nyck de Vries rounds off the grid. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Okay, we've got that relief of having points on the board finally. So let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Goed, kijk wat we dus kunnen gaan doen in de sprint. Ik ben voornamelijk benieuwd wat ook, ja, Mika Hakkinen kan doen. Wij vertrekken dus vanaf pole position. Dus het wordt een belangrijke 8 punten race. Dat is de maximale score die je kan halen. Ja, in deze korte race, 8 ronden ook, kijken wat we kunnen gaan doen. Trekken in ieder geval op de zachte band. Ik wil even 11 ronden brandstof meenemen. Waarom? Je weet het maar nooit. Beter voor het onzekere dus. Vandaar. Ik verwacht eigenlijk dat niemand op de medium band start. Het zou wel heel dom zijn mocht je dat wel willen gaan doen. Want het heeft helemaal geen nut. Er zijn maar 8 rondes te racen. Letterlijk 8 minuten maar die wij 8,5 minuut eigenlijk die moeten rijden voor de sprint. Goed, de formatieronde is inmiddels onderweg. Nou, heel veel informatie van de ingenieur wat we eigenlijk al lang weten. Banden, remmen en de motor. Ja, op temperatuur houden. Zorgen dat ze goed warm zijn. De motor mag niet te heet worden. Dan waren we dan onze gridpositie. Kijken of we ook goed in onze positie terecht kunnen komen. En de vraag is, jazeker, 0,3 meter ervan af. Wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. Dat is een Alfa Tauri. En dan gaan we gewoon beginnen. Voor aflevering nummer 38 van F1 23. My Team Remo. De sprint gaat hier beginnen in Oostenrijk. Wij vertrekken dus vanaf pole position. Naast ons Charles Leclerc aan die binnenkant. Norris 3, Russell 4, Drukovic knap op de vijfde positie voor de Williams. Lampen gaan aan en ze zijn uit en we zijn onderweg en komen gewoon goed weg. Norris weet de weg, dan Leclerc zit al aan de buitenkant te kijken bij hem. Wij gaan de eerste bocht in, jazeker, en behouden de leiding in de eerste ronde van de race.
Nommers naar P2 is goed gedaan. Drukovic op P4. Doet hij goed. Leclerc zakt een positie. Is naar de derde plek gegaan. En wij noteren paars in sector 1. Prima openingsronde in de sprint. Nu is het dit gewoon volhouden. En dan zijn de 8 punten gewoon binnen. Geen de vlag, maar we kunnen weer verder racen. Dit we einde ronde nummer 2. Begin ronde nummer 3. Als wij de snelste raceronde hebben genoteerd met een 1.8.7. Maar wij laten nu een 1.6.8 noteren. Norris met een 1.6.5. Is 3/10 sneller en DRS is ingeschakeld. Norris zit zelf nog niet in de DRS-zone. Was er net een seconde. Dus komt net wat tekort. Maar kan hier in de slipstream kijken. Nog 5 rondes te gaan. Ingenieur zegt 6, want die telt deze ronde mee. Ik doe dat dus niet. 17e is het gat naar Norris. Komt nog net te kort. En zitten we eigenlijk alweer in de laatste ronde van de race. Er is niet zoveel gebeurd. Norris heeft geen aanval kunnen doen in deze wedstrijd. En wij gaan hier gewoon 8 punten binnen pakken. Hebben het goed gedaan. Prima sprint. Mogen dus ook vanaf pole position vertrekken voor de hoofdrace. Norris dus op 2. Volgens mij komt Leclerc als derde over de finish. Prima gedaan door ons. Jazeker, Leclerc als derde. En Verstappen krijgt drive of the day. Uiter van de sprint. Wij winnen dus de korte race in Oostenrijk. Norris 2, Leclerc 3, Russell 4, Max 5, Piastri 6, Drukovic 7. En Gasly pakt het laatste punt. Hakkinen komt helaas tekort. Maar goed, dat geeft niks. Op naar de hoofdrace en kijken wat we dan kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or the other has held every Austrian Grand Prix in the championship except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. 7 rights and just 3 left-handers make up the 10 corners of this high-speed circuit. Turn 2 is flat out, a left-hand kink into the uphill braking zone of turn 3. Turns 1, 3 and 4 are all potential opportunities to overtake. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. The Professor lines up on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Russell, Verstappen, Oscar Piastri, Drugovic, Gasly, Hakkinen, Perez, Ocon, Richard Vachon, Albon, Sargeant, Magnussen, Tsunoda, Joe, Hülkenberg, Stroll, Bottas, De Vries. Carlos Sainz will start from the back of the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. Kijken wat we dus kunnen gaan doen in deze race. Trekken dus vanaf pole position. Snel circuit, soft, medium, 25 rondes lang gaan we racen. Geen regen, alleen maar zonnestralen, dus dat is heel goed om te zien. Dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde hier in Oostenrijk. Komen we tenminste goed van onze plek. Heel veel advies van de ingenieur wat we eigenlijk allang weten. Wat ook gewoon goed gaat komen. En zijn we aanbeland bij onze gridpositie. Russell op de harde band. Gaat heel lang doorrijden, denk ik. En gaat dan naar de zachte band. Of hij doet weer iets raars en gaat dan naar medium band. AI's en strategieën zijn nogal een raar verschijnsel in deze game. Komen in ieder geval heel erg goed in onze positie terecht. Goed om te zien, nu is het wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. Keep an eye
Volgens mij is dat Carlos Sainz met een grid penalty. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 38 hier in Oostenrijk. De sprint hebben we gehad. Nu is het op naar de hoofdrace. Met ontzettend veel pole position. Norris dit keer op de tweede plek. Leclerc op 3. Russell op 4. Verstappen op P5. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Oostenrijk. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En Norris is heel goed weg. Maar wij gaan die binnenkant al gelijk weer afknijpen. We doen hetzelfde wat we deden bij Verstappen. En zo behouden wij de leiding. Norris kijkt nog wel aan de buitenkant. Maar het is nutteloos. Wij doen daar weer een tegenaanval. Gooien de deur naar dicht. En zo behouden wij de leiding in de eerste ronde van de race. Zijn gelijk agressief bezig. Norris kan hier niet zoveel via die buitenkant. Geen plek voor hem. Moet het even doen met de tweede positie. En wij laten paars in sector 1 noteren. Het gat naar Norris is 17e, 18e, 19e inmiddels. En de groene vlag wordt gezwaaid in bocht nummer 2. Prima start van ons. Moest even scherp zijn. Verstappen is heel scherp gebleven en is naar P3 gegaan. We zitten in ronde nummer 3 van de race. Als wij de snelste race ronde noteren met een 1-6-6. Het gat naar Norris is 1,1 seconde. En de DRS is ingeschakeld door race director. Max op P3. Leclerc hier, Piastri 5. Volgens mij, wou eigenlijk zeggen Norris, maar het is Russell heeft gewoon problemen, denk ik, met die harde band. Is niet al te slim van hem geweest. Gaat naar Norris is 1,1 seconde. Herhaling wat er zo net is gebeurd. Had volgens mij de betere start. Lampen gingen uit. Ja, Norris was beter weg, maar wij verdedigen gewoon fel die binnenkant. Norris kan daar nergens naartoe. Probeert het nog hier aan de buitenkant en dat lukt ook niet. Dan volgt hier nog die slipstream. Maar dan verdedigen wij hier gewoon onze plek. Gaan dan gewoon lekker breed rijden en zo kan hij er niet langs. Eigenlijk hetzelfde wat er met Verstappen gebeurde tijdens de sprint. Voort gaan lekker acties op de baan. We zitten zo meteen in de zesde ronde van de race. Als het gat naar Norris 2,3 seconden is. Proberen het gat zoveel mogelijk uit te breiden. Op een 5 ronden naar binnen. Nog 20 rondes te gaan. We zitten in ronde nummer 9 begin. Ronde nummer 10 van de race. Als er nog 15 rondes te gaan zijn in de wedstrijd. Gaat naar Verstappen nu. 4 seconden. Norris en Max knokken samen dus om P2. Dat gaat hun tijd kosten naar ons. Wij kunnen wegrijden van de twee camphanen die daar knokken voor de tweede positie. Daardoor is het gat naar Verstappen 4,3 seconden. Wordt dus alsmaar groter en groter. Gele vlag. Daar is iets gebeurd. Daar is iets gebeurd met de Ferrari-coureur. Volgens mij Leclerc en rode vlag. Rode vlag wordt hier gezwaaid in Oostenrijk. Voor de tweede keer. In korte tijd een rode vlag. Vorige aflevering was het in Canada na een crash met Verstappen en Perez. Nu is het Leclerc die spint. Volgens mij Hakkinen vlak daarachter. Aan boord bij de Ferrari-coureur. Geeft er veel gas in die bocht. Komt op dat broodje terecht. En kan gewoon... Hij komt daar niet meer weg. En een opstopping hier. Leclerc heeft daar moeite. Komt denk ik niet snel genoeg weg. Daardoor een rode vlag. Dat betekent een andere strategie doen. Dan gaan we dus gewoon naar de mediumband. Nou, we gaan dan gewoon weer beginnen voor de hoofdrace. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. Dit keer weer die binnenkant verdedigen. Verstappen is heel goed weg, maar kan daar gewoon niet profiteren. Wij doen weer hetzelfde als bij de start. Knijpen die binnenkant helemaal af. En Max is gewoon weer op P2. Had eigenlijk niet verwacht dat hij zo'n goede start zou hebben.
Maar goed, alles weer netjes gesteld. Rijden dus weer aan de leiding, hoeven ook niet meer naar binnen. Zijn naar de mediumband gegaan. Dus dat is goed om te zien. Gele vlag wordt gezwaaid, maar we kunnen weer verder racen. Hakkinen op P7 op die mediumband. Zitten we in ronde nummer 13, begin ronde nummer 14. Als wij denk ik zometeen de snelste race ronde gaan verbeteren. Met de ERS die hier open is. En dat is een 1-6-3. Goed gedaan. Gat naar Verstappen inmiddels 1,6 seconden. DRS ingeschakeld daar wel een momentje op de curbstone. Herhaling van de start hier. Met Verstappen op P2. Kwam beter weg, maar wij verdedigen hier weer die binnenkant. Max dit keer feller dan Norris. En zo behouden wij de tweede positie. Max heeft daardoor een slechte exit. Wat kan Norris hier in de slipstream? Max moet die baan verdedigen. Zijn stuk van de baan verdedigen. Doet hij ook mooi en zo behoudt hij de tweede plek. Zitten we in ronde nummer 16. Begin ronde nummer 17 van de race. Gaat lekker hard. Gat naar Verstappen is 2 seconden alweer. En gele vlag in sector 3. Daar valt denk ik een haas stil. Nico Hülkenberg. Uitgevallen in de race. Pijnlijk voor het Haas Formule 1 team. Aan boord bij de Duitser. Rijdend op P14. En ik denk gewoon dat de motor ermee ophoudt. De Ferrari motor houdt het voor gezien. En een uitvalbeurt dus. Jammer voor hem. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. Wij gaan hier de wedstrijd winnen in Oostenrijk met het snelste race rond het punt. Goed gedaan. We stappen op P2, Norris op P3. Leclerc, ondanks die spin, toch nog naar P5. Heeft hij goed gedaan. Maar wij mogen zeer tevreden zijn. Prima resultaat voor ons pakken als rijder. De volledige score in Oostenrijk. Goed gedaan. En het is op naar de volgende wedstrijd. Anthony Davidson. How do you think they were able to set themselves apart today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus ook de hoofdrace met als snelste race rondpunt. Wat betekent de volledige score in het raceweekend gepakt. 34 punten erbij. Hakkinen op P6. 8 punten voor hem. Dus heeft hij toch nog goed gedaan. Jammer van de sprint. Hij werd volgens mij 9e. Jazeker. Miste een punt helaas. Max is op 2. Norris 3. Piastri 4. En één uitvaller, Nico Hülkenberg. Klassement. Gaan nog even kijken of er iets is gebeurd aan de wijzigingen. 60 punten verschil naar Verstappen. Zijn gewoon dominant bezig dit seizoen. Hakkinen op P8. En wij leiden nog steeds het constructeurskampioenschap. Dus hebben het goed gedaan. Mogen zeer tevreden zijn van dit resultaat. En als ik het goed zeg, pakt Gasly toch nog een punt dankzij de sprint. Drukovic, 2 punten erbij. Doet hij goed voor Williams. Team Acclaim is dus eigenlijk weer gelijk gebleven. En er is niet zoveel veranderd daaraan. Van alle sponsorende doelen behaald. $1,42 miljoen erbij. Helaas heb ik $25.000 laten liggen, dus $100.000 erbij. In totaal op de bank $20,69 miljoen. Dus dat is goed om te zien.
nog even doorsparen en dan kunnen we Hakkinen ook voor de rest van het seizoen behouden. Daarna gaan we even kijken wat we nog kunnen doen aan de faciliteiten. Of wij die ook nog kunnen bijkopen. En zo niet, dan wordt het afwachten tot seizoen, als ik het goed zeg, 4. Maar goed, update van het chassis is gelukt. Goed gedaan. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team en Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele reden van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het dan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.